Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Ik heb weer wat nieuws. Niet 1, 2 of 3, nee. 5 PostNL wagons. Die passen mooi bij mijn. Kijk. Merklin Hamo. Motorpostwagen. Ik ga er dan dadelijk ook een stukje mee rijden. Al deze wagons hebben, enigszins helaas, hetzelfde nummer, 008. Ze zijn compleet wat betreft handgrepen, trapjes, alles zit over en aan. Soms verliezen ze een buffer, maar die zijn ook allemaal aanwezig. Zo. 008 is uitgebracht door Roco, net als de meeste PTT Post wagons. En ik had daar al een Roco PTT Post wagon. En ik vind het toch leuk om de verschillen te zien. Waarom? De 001 is veel eerder uitgebracht door Roco. En die heeft nog het logo met een vierkantje hier. En een grijs schot, waarbij de 008 het logo heeft zonder verdere puntjes, streepjes, dus echt alleen maar de tekst. En een rood schot. En op de onderkant is bij de oude is grijs, met de nieuwe is zwart. En nieuw is relatief. Ik zal een link plaatsen in de omschrijving naar de website van iemand met meer informatie over deze postwagons. Dus ik heb nu de 08 heb ik 5 keer. Maar ik denk dat ik daar misschien ook eens een keer meeneem naar houten. Wat ga ruilen links of rechts. Ik denk dat dat vanzelf een meer diverse set wordt. En om te gaan rijden met 6 postwagons. Ik vind het een beetje overkill. Dat zul je dadelijk ook zien. Want ik ga er een rondje mee rijden. Tot zover het rondje rijden. Je kunt duidelijk zien dat deze Hamo moeite heeft met wat rijden. Omdat de stroompick-up alleen maar op deze wielen hier gebeurt. En niet op de achterste. En ik heb ze een paar keer al schoongemaakt, maar ze blijven vies. Ik heb ook het probleem dat de motor wat stug is. Dus niet helemaal goed de bochten door wilde. Dus ik heb besloten om de motor aan de achterkant te plaatsen. Gewoon in de decoder gezegd, hij rijdt voortaan achteruit. En het lichte motorstel aan de voorkant. En nu komt hij veel beter de bochten door. Qua stroompick-up wil ik misschien nog hier een stroomvoerende koppeling opzetten. En dan stroompick-up doen op de eerste wagon. Zodat er meer wielen zijn. Ik denk dat dat wel helpt. Er zijn ook mensen die dat al gedaan hebben. Dus het zal een interessant project worden om dan die bekabeling hier naar binnen te krijgen. Maar als hij eenmaal op snelheid is, de baan is goed schoon, dan gaat het best goed.
Dus ik wou zeggen bedankt voor het kijken. Graag tot een volgende keer.